Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Met name in het noorden van het land komen wolkenvelden voor, in het zuiden schijnt de zon al flink. In het uiterste noordoosten zou uit het wolkendek een klein spatje regen kunnen vallen, maar het mag bijna geen naam hebben. In de loop van de dag gaat ook daar de zon wel geregeld doorbreken en vanmiddag is het overal droog. Het wordt uiteindelijk zo'n 19 of 20 graden in het noorden en 22 tot lokaal 24 graden in het midden en zuiden van het land. Er waait een veelal matige wind uit het noordoosten, windkracht 3 tot 4. Vanavond zijn er ook brede opklaringen, halverwege de avond is het afgekoeld naar ongeveer 17 graden en komende nacht wordt het 16 tot 10 graden. Dan morgen begint de dag overal zonnig en droog. In de loop van de dag ontstaan er wat stapelwolken of drijven een paar wolkenvelden vanuit het oosten het land binnen, maar blijft gewoon droog tot 21 tot lokaal 25 graden bij een zwakke tot matige wind. Donderdag zijn er weer wat meer wolken. Misschien later op de dag in het uiterste zuidoosten een enkele bui, maar waarschijnlijk blijft het overal droog. Het wordt een graad of 23. Vanaf vrijdag neemt de buienkans wel duidelijk toe en doet de temperatuur een klein stapje terug. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.